Kunnen we, ik wil echt. Ja. Ik zie gewoon hier aan Verelegate. Ik denk, meld het even. Verelegate, ja, ik zie een Absol. Ik zie een Absol, quick attack. Ja. Hallo kijkers van Gaz Games en Duffy Meer. Hier zijn we weer met een gloednieuwe serie. En zoals jullie kunnen zien zijn we op Pixelmon. Ja, dit is een keer heel wat anders dan de Pixelmon die jullie van zowel mij als Guido gewend zijn. Wij gaan met z'n tweeën gaan we in een Pixelmon wereld. Gaan we 7 dagen lang Pokémon vangen, trainen. En dan ja, vertellen we zo wel verder wat er aan het eind gaat komen natuurlijk. Want anders verklappen we gelijk alles. In ieder geval hallo Guido. Hallo. Ja, fijn dat ik ook nog wat mag zeggen in deze serie van ons beiden. Ja, nou, sorry hoor. Ik was gewoon de opening aan het doen. Mag ik? Nee, dat mag in zeker. Ieder geval, zoals jullie kunnen zien, we hebben een kleine wereld gebouwd. We hebben allebei een huisje. We hebben een standbeeld van, ja, eigenlijk de Pokémon die... Wij ja, hebben zenden in Minecraft. Yup. Minecraft Pixelmon. Ja, ik ben de Snorlax. Jij bent de Mr. Mime. Maar bij dat huisje hebben we dus allebei een Apricorn Farm. We lopen wel eerst even naar jouw huisje toe. We hebben een kleine starterpakket gekregen, om zo maar te zeggen. Een huisje, verblijfplaats met een paar kisten, wat furnaces. En hier hebben we dan een kleine Apricorn Farm. Nou hebben we besloten om de Apricorn Farm... Jullie zien het, van elke is er 2. Maar we moeten ook binnen deze hekjes blijven. Dus we zullen... hiermee moeten doen eigenlijk met wat we hebben, zeg maar. Dus het is verstandig om dan bijvoorbeeld tussenwegetjes te maken, zodat je ze wel allemaal kan plukken, om zo maar te zeggen. Ja, dat wordt keuzes maken. Ja, dat wordt echt kijken van wat heb ik het meest nodig. Ja, en als je er één niet nodig hebt op dit moment, dan schuif je die aan de kant. Mm. En ja, dat wordt nog wel even kijken. Yep. In ieder geval, dit is het huisje. Ja, boven voor de rest is niks. Voor mijn huisje is dat eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb ze eigenlijk gewoon tot 2 maal toe nagebouwd. Gewoon om, ja, zodat we in ieder geval hetzelfde ding hadden. En dan zien jullie natuurlijk het Pokécenter. En dat is niet zomaar een Pokécenter. We hebben zeg maar ook hier allebei onze eigen kant. Oh. We mogen alleen naar onze eigen kant toe. Oh. Ja, dat is gewoon de kant van je huis. Je ziet het aan de machine. Ga weg dan, joh. Dit is dus van mij. Sorry, de shopkeeper is van mij. Ja, nee, oké. Niet op die manier. Nee. Ja, nee, dat zal wel zijn. Nee, dat klopt. We hebben allebei een eigen kant. En wij kunnen hier onze Pokémon healen. We hebben natuurlijk allebei een PC-box. Hoewel, die PC-box zullen we eigenlijk alleen maar op zondag gebruiken. Want ja, wat logisch is, we mogen maar een x-aantal Pokémon in de week vangen en ook trainen en gebruiken. Dus ja, die gaan we totaal niet gebruiken. We kunnen hier zo vaak heen komen om te healen als we willen. We werken gewoon wel met waypoint teleports om het wel een beetje makkelijk te maken. Dus we kunnen hier een waypoint zetten en hier naartoe te payen. We hebben hier allebei een shop waar wij water kunnen kopen. Ja, alleen ik vraag me even af, waar zijn de shopkeepers gebleven? Weet ik niet, maar dat boeit nu ook niet. Die fixen we de andere keer wel. Ja, normaal gesproken zou ik net nog een shopkeeper staan waar wij dan even een Pokéball konden kopen, wat dan ook. Mochten we dat nodig vinden. Alleen de prijs we natuurlijk daar wel van omhoog hebben gegooid dan de normale prijs. Want het is natuurlijk alleen maar leuk. Anders kan je makkelijk eraan komen. En het moet ook een beetje moeilijk zijn. Ja, precies. We hebben nog een heel reward systeem. Wil je er snel doorheen gaan? Dat zullen we wel even doen. Oké, nou ja, ik kan denk ik het best gewoon gaan oplezen. Elke Legendary is 3 diamonds waard. Elke Shiny Legendary is 10 diamonds waard. Succes, kappa 1, 2, 3. Dat is vrij logisch. De prijs in elke 7 dagen. Elke Pokémon boven de level 75 is 1 diamond waard. Elke Master Ball die je vindt is 1 diamond waard. Elke Shiny is 2 diamonds waard. Elke Shiny Starter is 5 diamonds waard. Dat houdt dus in, je krijgt zeg maar aan het einde van de week een extra reward. En met die reward krijg je dus diamonds. En deze diamonds zijn veel waard in deze wereld. Die kan je namelijk bij deze shopkeeper verkopen voor cash money. En zoals je wellicht kan zien, daar kan je dan stones mee kopen. Moeten we wel erbij zeggen, deze stones of deze shopkeeper mogen we alleen op zondag gebruiken. Dus op zondag moet je meteen gaan bedenken, wat heb ik nodig voor volgende week? Welke Pokémon wil ik dan gaan gebruiken? Want wat het dus ook op zondag is, nadat wij een bepaalde battle hebben gehad, komt er uiteindelijk een soort van handicap in-game. Kortom, houdt in, stel dat ik van Dylan win, want logisch. Ik zeg tegen Dylan, komende week mag jij geen fire Pokémon's gebruiken. Dan mag jij dus ook geen grass fire type bewijzen van. Ik weet niet of dat bestaat, maar hè? Dat mag je er niet gebruiken. Nee. Dat mag je heel de week niet gebruiken, tot de week erna. Dan weer wel, en misschien wint hij wel dan, en krijg ik een bepaalde handicap. En wat dus dan ook gebeurt, we mogen 1 Pokémon 1 week meenemen naar de volgende week, zeg maar. Dus ik heb nu bijvoorbeeld mijn Chimchar, dan wordt uiteindelijk een Infernape en noem het allemaal maar op. En ik denk van,
Die wil ik nog wel een week hebben. Dan mag ik die als enige 1 week meenemen. De rest gaat netjes in mijn box. En ik moet helemaal opnieuw gaan beginnen Pokémon te vangen. En alles gewoon te doen. Volgens mij, als ik heel eerlijk ben, hebben we alles gehad. En wil ik ook geen tijd meer wezen, want ik moet trainen, Dylan. Ja, ik ook. Ik moet eigenlijk mijn Froakie omhoog gaan halen. Want ja, jullie zien het, ik heb een Froakie gekozen. Dylan, mag de beste winnen. Ik ga lekker deze kant op en jij mag lekker die kant van mij op. Ja, nou, ik ga wel deze kant op. Is goed, succes. Later. Yo, ja, dit gaat een hel worden. Ja, ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in, weet je wel. Ik ook. Na al die solo-series die ik heb gehad, weet je wel. Ik heb echt zoveel verschrikkelijk veel series gehad. Gewoon vanaf oktober ongeveer. Of nee, wat september denk ik dat ik begon met de solo-serie. Vervolgens nog al die types en weet ik voor allemaal. Ja, en nou een keertje eindelijk, ja, met z'n tweeën. Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar nooit helemaal met zo'n concept erachter. Wat mij echt wel super leuk lijkt in principe. Vooral die laatste dag natuurlijk. Klopt. Ik heb nog wel even een vraag voor ons. Want wij zijn dingen, mensen zijn dingen, zullen wij gewoon ondertussen ook af en toe nog een keertje gaan overleggen. Hoe lang gaan wij ons geven per aflevering om dus dan te trainen? Noem het allemaal maar op. Nou, ik denk dat we toch voor... bedoel je eigenlijk met na de tijd nog? Of bedoel nee, je gewoon... ik bedoel gewoon... Kijk, we zullen natuurlijk alleen maar trainen en doen allemaal in de opnames zelf. Ja, dat, maar hoe lang gaan de opnames zijn? Doen we een kwartier? Doen we 20 minuten? Misschien kunnen we dat wel aan de kijkers overlaten. Want ja, ik zeg zelf altijd tussen de 15 en 20 minuten. Dat vind ik altijd wel een mooie tijd. Maar gezien je toch wel een beetje moet trainen, ik weet het niet. Ja, ik denk, dat klopt wel. Maar aan de andere kant, we hebben allebei evenveel tijd, weet je wel. Dus gewoon, ja, ik heb zoiets van als we 20 minuten hebben per aflevering. Betekent we hebben 6 dagen tijd. We hebben gewoon 6 dagen tijd waarvan we elke dag 20 minuten de tijd hebben om je Pokémon te trainen en om je team samen te stellen. Is denk ik best veel hoor. Het is op zich best wel veel inderdaad. We moeten maar even kijken. Ja, we kunnen het natuurlijk ook altijd nog wel omhoog halen als we zien dat we niet zo heel hoog kunnen komen uiteindelijk. Jawel, maar goed, uiteindelijk ga je toch bepaalde middelen in-game krijgen waardoor jij waardoor dat allemaal niet meer nodig is, weet je wel. Waardoor je, dan heb je aan 20 minuten op een dag meer dan genoeg. Ja, klopt. Het begin gaat heel moeilijk worden, dat weten we allebei. Ja, zo, en hoe? Ik bedoel, en je moet je Apricorns trouwens... Oh zo, dat ben ik helemaal vergeten. Ben jij nog naar je huis toe gegaan om je Apricorns te hebben? Hé, dank je. Ik was het helemaal vergeten. Oh shit. Hoewel dat op dit moment nog niet zo heel veel uitmaakt. Nee, klopt. Maar toch, die Apricorns heb je uiteindelijk wel nodig. En, dat is en zeker waar. En als je zelf vast in de groei zet natuurlijk. Dat is zeker waar. Oh, wow. Oh shit. Ik heb nog geen goed waypoint. Staat jij nog een keer hier? Oké dan. Hallo Dylan, leuk dat jij ook bij mij er bent. Kappa. Ja, ik had dus blijkbaar mijn waypoint op die plek staan. Dat moet ik wel veranderen. Mensen, mocht je het trouwens leuk vinden, geldt ook voor Dylan zijn kanaal. Klik even op dat duimpje omhoog. Laat of course ook in de reactie wat van jou horen. Want op die manier weten we natuurlijk wat jullie er leuk aan vinden. Wat je ook wellicht merken, mocht je hier en daar zoiets hebben van... misschien is dit of dat leuk. We kunnen natuurlijk altijd in de week erop of in de aflevering zelf wat dingen aanpassen. Hoe we dingen kunnen gaan veranderen. We hebben natuurlijk wel een beetje al een heel strikt plan dat jullie natuurlijk ook al hebben gezien. Hoe we alles weer willen. Maar ik verandering kan altijd met bepaalde dingen, right? Ja, klopt. Als iemand met een, ja, bijvoorbeeld een leuk idee extra komt, ik bedoel, hé, waarom niet, weet je wel? We zijn voorlopig toch niet klaar, dus... Dit gaat wel wat worden, denk ik zo. Ja, ik ook. En voor de mensen die dan ook denken van, als we dus reacties achterlaten, waarschijnlijk als we dan natuurlijk mensen een tip achterlaten, is de kans groot dat we dat pas dan in de volgende week zullen gaan doen. Dat heeft ook weer mee te maken dat we natuurlijk af en toe afleveringen achter elkaar zullen opnemen. En dat we natuurlijk ook niet per se meteen dingen keihard in de week meteen willen gaan aanpassen. Weet je, we willen wel rustig de tijd voor alles voor nemen, dus ja. Ja, true. Want ja, als je allemaal te snel gaat kiezen en zo en dan... Ja, dan op een gegeven moment dan maak je ook wel eens een keer een foutje. Misschien is het dan helemaal niet leuk, weet je wel. Dus. Daarom, het ook hier een Move Relearner hebt. Heb je die Apricorns die je in de wild vindt, mag je gewoon gebruiken, toch? Ja, die mag je gebruiken. Maar ja, hoe je ze gaat planten, dat is dan weer de vraag, weet je wel. Klopt, maar goed, gebruiken is bedoel ik echt het gebruik. Ja, klopt, ja. Inderdaad. Okay. Ja, je hoeft ze niet eens te herplanten. Nee, daarom. Dat is inderdaad wel wat extra's wat je hier en daar dus vandaan kan toveren. Ik ga gewoon iets spoileren, Dylan. Ik vind dat je weinig Magikarps tegenkomt. Mag ik dat zeggen? Ik kwam net juist een hele groep tegen in een riviertje. En oh. Ja, ik ben nu even een Hoppip aan het killen toevallig. Maar ik kwam er net er wel een heleboel tegen. Oké. Okay. Trouwens, zullen we voor deze aflevering, aangezien we toch natuurlijk ook over de tijd hebben, 20 minuten aan gaan houden?
Ja, 20 minuten. Lijkt mij namelijk, dat lijkt mij namelijk wel fijn. Want kijk, mensen zullen natuurlijk uiteindelijk zeggen, ja, een kwartier of 20 minuten daartussenin. Hoewel ik zelf echt 20 minuten prefer. Omdat we natuurlijk moeten travelen, wat dan ook. Ja, ook. Dat ik zo zeg van, ik denk dat dit allemaal wel Gucci is zo. Oh, time to mine. Ja, wat denk dan, joh, gek. Ja, ik ben eerst even mijn Pokémon een beetje omhoog aan het trainen. Dat is ook belangrijk. Ja, ik ga later wel voor de mining, denk ik. Ik weet niet. Ja, ik zit nog echt even in mijn hoofd te twijfelen met wat ik nou eigenlijk zal gaan doen, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon even, wat is... Ja, wat is verstand slim en wat is wijsheid? Ja, precies. Want je hebt maar 7 dagen. Zo moet je dan ook alweer denken. Je voelt natuurlijk ook wel die druk. Kijk, het is ook zo van hoe erg ga je uiteindelijk het accepteren als je bij wijze van meteen de eerste week alweer met een loser wat dan ook moet gaan spelen. Dat is natuurlijk wel pittig. Ja. Maar ja, dus aan de andere kant... Dan moet je die volgende week gewoon winnen om je eer hoog te houden natuurlijk. Ja, op zich wel. Ja, het wordt nog wel wat. Ik ben wel benieuwd wat we sowieso de eerste week voor elkaar gaan krijgen. Ja, dat gaat pittig worden hoor. Dat gaat pittig worden. Ik heb al wel eens mijn plantje om waar ik voor wil gaan. Alleen, ik kan dat nu dus helemaal nog niet doen. Want ik moet gewoon een hogere Pokémon hebben daarvoor. Dat is gewoon niet te doen op het moment. Maar het leuke is wel dat jij een type hebt gekozen als starter. Ja. Die natuurlijk slecht is tegenover mijn starter. Is absoluut waar. Alleen, dat wil niet zeggen, ik heb natuurlijk 5 plekken over voor andere Pokémon. Ja, wat dat betreft, wat ik ook toen tegen jou zei van, hè, over counter allemaal. Kijk, jij kan nu mijn starter counteren, maar als ik nou weer zorg dat ik daarmee met een ander Pokémon jou counter en dat mijn starter een standaard Pokémon voor jou counter, ja. Het is even countersism, maar het werkt wel zo. Countersism, ja, inderdaad. Maar een village. Ik ben wel benieuwd. Een village. Oh, daar zit natuurlijk ook gewoon loot in en alles, hè? Daar zit waarschijnlijk gewoon loot in, ja. Oh, damn. Ja, dat ga je ook krijgen. Maar ja, wie vindt dadelijk de eerste Mob Tower? Nou, van mij mag jij nu best een Mob Tower vinden, hoor. Ja, nee, oké, nu kun je er niet zo heel veel mee. Nee, oké, maar... Ik wou zeggen, als jij nu een Mob Tower wil, succes. Je hebt nog zoveel afleveringen. In principe kun je er de eerste week denk ik niet eens gebruik van maken. Zo, want, ik denk het haast ook niet. Hij heeft geen PC staan, jammer. Ik zit toch echt eens te kijken waar ik nou het beste heen kan gaan, want... Niet dat het per se nodig was geweest, maar... En om het... Kan ik dit ding eigenlijk slopen hiermee? Ja, nice, oké. En ik heb een aluminium plaatje. Oh, je hebt er al een? Tuuk. Shopkeepers hier. Oh, jij hebt de healing machine weggeslagen. De shopkeepers hier gaan we deze aflevering nog niet gebruiken. Zeg ik er maar even meteen bij, voor de mensen denken. Want wat we dus doen, die shopkeepers die we echt willen gebruiken, zullen dus in ons dorpje zelf zijn. Want hier kun je dus heel goedkoop pokeballen allemaal kopen. En dat is op die manier weer niet helemaal de bedoeling. Nee, ja, klopt. Want de prijzen zijn nog niet aangepast. Ik bedoel, dat moet ik nog even snel doen, natuurlijk. Ik weet ook nog niet hoe we de prijzen precies gaan indelen. Maar daar verzinnen we wel. Het is zeg maar gebaseerd op de diamondprijs, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, hey, een Blastoise, even vangen. Want ja, want hoeveel diamonds zou reëel zijn voor een voor 1 ultrabal? Of tenminste, hoeveel ultrabals voor 1 diamond? Ja, ik weet nog niet. Ja, ik wil dat ook gewoon legendaries kunnen spannen, kappen. Ja, oh zeker. En shinies. Oh, ja, als je een shiny pakt zo. Maar ik heb echt bad luck met Pokémon die spannen, moet ik zeggen. Bij mij spannen er op zich wel wat Pokémon. Als ik jou een vraag stel, hè, ga je dan eerlijk antwoord geven? Depends. Welk level ben je? Is je Pokémon? Laag. Ja, maar is laag onder de 10? Of? Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben even aan het zoeken. Ik zoek even naar een Pokémon die ik heel graag wil, maar... Dus ik heb ook al in mijn hoofd wat ik zeg maar wil. Alleen ik wil gewoon eerst eventjes gewoon, hè? Ja. Gewoon eventjes je ding doen. Ik wil rustig gewoon eigenlijk een beetje travelen, weet je wel. Maar ondertussen ook wil ik wel nadenken van, hey, waar is mijn favoriete Pokémon? Snap ik. Want er is er eentje die ik in mijn team wil. En mensen kunnen denk ik al wel gokken. Oh, en ga je dan ook daar iets over vertellen of doe je dat dan niet? Wat zeg je? Ga je daar ook iets over vertellen dan of niet? Over die Pokémon? Ja? Nee, dat vind ik nog niet van toepassing. Dat komt later wel. Nee, oké. Dat mag. Ik bedoel, ik ben vrij om te vragen. Ik bedoel, als ik informatie kan krijgen, krijg ik informatie, weet je? Ja. Ik probeer gewoon... Alleen, het is lastig, want ik weet even niet meer precies wanneer die spant. Ik zit wel in de goede baai. Oh, het is een Dawn Dusk gebeuren met jou, in jouw geval. Dat zou best wel eens kunnen. Ik heb even een waypoint gezet, sowieso, in de hills. Dat is alweer een spoilertje van de Pokémon. Nou, lager in de hills, heerlijk hoor. Heb je hier een karpetje zwemmen? Heb je een karpetje? Staat mijn brightness wel helemaal op? Ja, ik dacht van misschien... Ik vind het echt donker. Ja, nou, heb, ja.
Oh. Oh. Oh, denk Dylan. Dylan herkent in één keer een Pokémon van die denkt van... Oeh, die heb ik nodig in mijn team. Oeh. Ja, alleen het probleem is zijn level. Ja, zo heb ik ook een aantal tegengekomen. Kijk, ik laat het expres niet merken, ook gewoon vanuit de video zelf. Gewoon ook niet aan me kijken, zodat ik ga het even... Oh, wat? Hard to get spelen. Ik gooi een Pokéball en ik krijg Flying is not enabled on the server. Oh, en nou join ik bijna mijn eigen server. Wat is dit dan? Hè? Ja, even heel cru, ik speel gewoon door, hè? Ja, dat is hartstikke logisch, of course, maar... ik... Oh, nou, en nou ben ik er weer, maar... Flying is not enabled. Ik gooi letterlijk een Pokéball op een Pokémon. Ja, ik weet het niet, jongen, wat je hebt gedaan. Oké, nou ja, dat was raar. Ja. Ik hoop niet dat dat weer gebeurt. En sowieso weet ik ook wat ik uit moet zetten. Ik ben achter een Pokémon aan het gaan, maar ik moet zeggen... Het is verdomde snel. Ik ben nog gewoon kwijt. Oh, jeetje, ja. Ik zie gewoon hier een Ferelegate. Ik meld het even. Een Ferelegate, ja. Ik zie een Absol. Ik zie een Absol. Quick Attack. Ja. Ja. Oh shit, hij is heel sterk. Ja? Pokéball. Oh. Welk level is hij dadelijk? Oh, hij spreekt er gewoon in één keer uit. Nee. Wat doen we met de shards die we in de muur vinden? Laten we die ook gewoon zitten? Nee, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat we die wel... Kijk, de verkoopprijs van die stones is gewoon heel laag. Dus wat dat betreft... Ik heb echt heel erg bad luck op het moment hier. Ja, ik ook. En ik weet niet of dit kan wat ik nu doe, maar ik doe het gewoon. Fuck it. Kan dit? Ja, voor mij kan dit net. Oh nee, kom op. Want ik heb letterlijk mijn Pokémon moet even één level up zijn. Dan kan ik veel beter van bezig gaan. Nee, ja, ik kan niet verder blijven gooien. Shitzooi. Ja, ik zeg heel eerlijk, hè. Toen je daar zei yes en Absol, ik was niet heel bang ervoor. Want als ik heel eerlijk mag zijn, Absol is vaak level 30 plus, right? Yep. Hoe ga jij in godsnaam inderdaad... Nee, deze was level 8 trouwens. Oh, ik wou zeggen, hoe ga je anders in godsnaam zo'n Pokémon proberen te vangen, weet je wel? Ik ga dit gewoon proberen. Ik ga het gooien en ik ga wegrennen. Dan maar mijn laatste Pokéball eraan. Ja, joh. Oh nee, Snorlax broke free. Ik kon het niet laten, echt niet. Oh nee, maar nou moet ik gewoon nieuwe Pokéballs gaan maken. Oh, wat een dom idee eigenlijk. Hey Dylan, je weet dat deze aflevering nog maar 3 minuutjes gaat duren. Ja, dat heb ik door inderdaad. En ik heb nog niet eens zoveel getraind. En ik heb... Oh, ik ga loop helemaal in de soep de eerste aflevering. Oh, jeetje. Dit is echt... Welk level is jouw starter? 7. Oh, oké. Okay, dan is het nog goed. En heb je al een tweede Pokémon? Nee. Oké, ja. Dan... Ja, kijk, maar jij hebt wel een beetje progress gemaakt met minen, of course. Wat moet ik daar nou van zeggen? Ik ga wel eerst nog een beetje trainen en dan... Ja, Pokéballs die Apricorns moeten toch nog groeien. Oh, wat is wijsheid. Ik weet niet, jongen, wat jij nou moet doen. Even kijken, zijn er al wat Apricorns gegroeid? Er zijn er wel weer wat. Hop, hop. Alleen moet ik die dan weer planten, of... Ja, dit is toch erg... Dit is leuk eraan. Ja, dit is ik ga echt... trouwens ook, ik gebruik gewoon letterlijk TP's om gewoon ook weer bij huis te komen. Gewoon puur alleen omdat het sneller is. Terwijl er gewoon een 43 Pokémon in mijn huis aan het ronddurpen is. Ja, dat kan ook zomaar gebeuren. Ze kunnen zelfs in je huis spannen, of course. Ja. Even kijken, we hebben nog deze Apricorn. Ja, voor de rest moeten we alles weer laten groeien. Dus voor deze aflevering kan ik sowieso geen Pokémon meer vangen. La la la, na 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 na. Het leven is mooi, als Dylan niks meer kan. Ja, nou, niks meer kan is natuurlijk overdreven, maar... Oh, ik, ja... Dit is zo triggerd, hè? Ja. Yeah. Damn it, dit is ook triggerd wat ik probeer. Wat probeer je? Ik probeer te hoge Pokémon aan te vallen, zeg maar. Weet je, snap je wat ik bedoel? Om gewoon... Oh ja, ik herken het. Omdat je dan toch zegt van... Je zou nu maar een Shiny tegenkomen als je geen Pokéballen meer hebt. Ja, wat moet ik daar nou zeggen? Dan ben ik echt triggered max level. Ja, echt hoor. Oh, execute. Hey. Hey, execute. Hey. Hey, niet meer aanvallen. Oké, rennen. Ja, die is veel te hoog, man. Ik moet lager Pokémon hebben. Ik begin gewoon nu serieus gewoon te twijfelen of 20 minuten per aflevering lang genoeg is, want... Ja, heb jij dat ook? Ja. Want we zijn er al bijna en ik ben level 9. Ja, dan ben je hoger dan mij, hoor.
Ja, oké, maar dan nog. Maar ja, ik heb pokeballen. Ja, jij hebt nog pokeballen, dus jij zou er zomaar eentje van 12 of zo 13 bij kunnen vangen. Zou ik ze inderdaad zomaar kunnen doen, Dylan? Ja, en ik loop nu door een bos apricorns te zoeken, want ja, ik moet zo snel mogelijk aan pokeballs komen. En als we dan de volgende aflevering verder kunnen, dan heb ik in ieder geval mijn apricorns klaar liggen. Dan moet ik alleen nog aan Iron zien te komen. Back, pokeball, pokeball. Oh. Kan dit nog net in deze aflevering? Dit kan nog net in deze aflevering. Hij broke free, used hypnose. Uh-oh. Ik probeer nog met één Pokémon probeer ik hem nog een keer te vangen. Oké. Okay. Ik denk Gastly daar. En mijn Chinchar is, as we speak, 1 HP'd. Ga ik het nog één keer proberen dan? Oké, één Pokémon. Dit is misschien het meest dom wat ik kan doen om toch nog proberen een keer te proberen. Maar goed, we doen het gewoon. Misschien vang ik hem nu hier toch? En ik heb hem. There we freaking go. Hoppatee. Wat heb je? Ik heb een tweede Pokémon. Ik heb een Execute. Oh. En daarbij denk ik dat wij hier moeten laten doen. Dat wij stil moeten blijven staan waar we nu staan. En dat wij de volgende keer verder gaan. Ja, want dat, shit, de tijd zit er doorheen. En ik moet zeggen, het was een geslaagde aflevering. Mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet bij ons allebei natuurlijk even een duimpje omhoog aan te klikken. Klik in mijn beschrijving voor Dylan zijn kanaal. Klik in Dylan's beschrijving voor mijn kanaal. En kijk mekaar's video en noem het allemaal op. Laat tips achter. En mensen, tot de volgende keer. Later.